Nou, dit is dan de laatste item die we eruit halen. Wat hebben we hier? Dit is een... Heel voorzichtig. Wauw. Ik heb geen flauw idee wat dit is. Het is van hout, het is licht. Er zit een gat hier. Aan deze kant. En ik weet niet of dit erin moet. I don't know. Dit zie ik echt voor het eerst. I have no clue what this is. Dit is gewoon touw. Hier zit een stokje aan. Een soort van draaitouw. Dit is een touw. Precies. Exact allemaal. Dat ja, toch? Dit zet je erin. Nee. En dan moet je hier aan trekken, denk ik. Maybe you can show it to me. Het is een Japanse touw. Van bamboe gemaakt. Vroeger kon je die dingen hier kopen als kleine jongen. Japanse markten zo. Kon je ze kopen en je kon ze afdraaien. Maar deze komt uit Indonesië. Deze heb ik gekocht aan de markt van de Borobudur. In 1981. Om een heel speciale reden. De eerste tol die ik van deze kreeg, kreeg ik van de tuinman van mijn tante. Mijn tante woonde toen op de plantage Voorburg en ze had een tuinman die Diro heette. En ik mocht, als ik daar ging logeren, dan mocht ik met Diro gaan vissen, achter op de plantage. Volgens mij, de mensen daar op de plantage, was Diro maar een hele domme Japan. En die niks wist. Maar Diro, die sprak, als ik met Diro alleen op die plantage, spraken we Nederlands. Het viel mij niet op als kind, maar we spraken altijd Nederlands. En Diro bleek een hele knappe man te zijn. En zo zijn Diro en ik jarenlang. En als we achter op de plantage waren, dan spraken we. En dan sneed hij zo'n tol voor me. En ik mocht die tol in huis niet afdraaien, want hij maakte te veel lawaai. Van mijn tante. En gegeven moment is, ben ik weggegaan. Ik ben naar Holland gegaan. En aha. Oké. Zo mooi, hè? Maar worden deze dingen nog gemaakt? Ik weet toch er nog mensen zijn die ze kunnen maken. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.